Het Japanse automerk Datsun werd gefabriceerd bij Nissan. Als je ook onder de klep kijkt bij de meeste Datsuns, oude Datsuns, staat er ook bij Datsun by Nissan. Tegenwoordig heet het allemaal Nissan, maar toen de tijd heette het nog Datsun. Ze maakten hele brave autootjes. Ze maakten ook hele vederlichte auto's. Er is zelfs een auto die ze de vliegende veer noemen, Flying Feather, omdat het maar een driewieler was, een cyclecar. Maar Datsun wilde op een gegeven moment, vooral begin van de jaren 70, graag een upgrade hebben. Dus wat deden ze? Ze gingen sportauto's ontwikkelen. En dat hebben ze gedaan. Ze hebben de serie de 240, de 260 en de 280Z-serie gemaakt. En dit is een 280Z. Een geweldig mooie auto met een ongelooflijk mooie lijn. Bijna Amerikaans gelijnd, maar ook met een beetje Italiaanse invloeden. Kijk maar even naar die originele wielen die erbij zitten. Dat doet heel erg sterk denken aan Italiaans gelijnde auto's uit het einde van de jaren 70. Denk even aan Alfa Romeo en dergelijke. Die hebben dan toch een beetje naar die Japanners gekeken in plaats van andersom. Hele soepele zescilinder. Een zescilinder die echt woes, die je lekker vooruit gooit. Werkelijk waar. En wat ik zelf het allermooiste deel vind van deze auto, dat is niet de snuit. Ik vind het een geweldig lekker kontje hebben. En dat vind ik eigenlijk van de 240 vind ik nog mooier. Maar kijk eens even naar dit kontje. Even die achterkant met die prachtige exportbumpers erop. Ik vind het een fantastisch mooie auto om te zien. Het is een lijnenspel waarvan je zegt van, oké, hier kan je wat mee. Dit is een auto voor de eeuwigheid. Want dit is een auto met een stukje schone. Ja, ik bedoel, natuurlijk is een BMW mooi en natuurlijk is een Mercedes mooi. Maar die zie je wel heel veel rijden. En wanneer zie je nou nog eens een keer een 280Z rijden van Datsun? Eigenlijk bijna nooit. Nou, hier hebben we er dus een. Hij heeft wat kleine gebruikssporen in de ruiten. Hij is opnieuw gespoten. Hebben ze keurig gedaan. Kan niet anders zeggen. Dat moet dan hier in Nederland gebeurd zijn, want het is een Californische import. Alleen de rubbers zijn nog een klein beetje aan de magere, matige kant. Maar het lijkt me eigenlijk een uitstekende en een vooral een mooie auto. De auto staat hier weer op de veiling van Katowice. Ik denk dat hij daarvoor een heel goed bedrag wel verkocht gaat worden. De Datsun 280Z.